Ik weet hier niks van, dus maar dat antwoord had ik ook gegeven als ik er wel wat van wist. Want het is niet de bedoeling om daarop in te gaan, maar daar weet ik helemaal niks van. Hij is er nu niet bij, want hij is natuurlijk terugkomende van een lichte ingreep. En we willen gewoon in deze fase nog geen risico nemen. Aanstaande dinsdag spelen we tegen VOC. En de verwachting is dat als hij de aankomende twee trainingen goed doorkomt, dat hij dan gewoon weer op doel staat. Mocht het wel zo zijn dat hij zou vertrekken, zou Verrips al klaar zijn voor een rol als eerste keeper? Nou, hij heeft wel een hele aardige visitekaart afgegeven in de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarvan kun je ook zeggen, ja, het is één wedstrijd. Maar het was wel een spannende wedstrijd. En het was voor hem ook heel spannend, want in de loop van de week werd duidelijk dat hij moest spelen. En het talent wat we in hem zagen, dat heeft hij in die wedstrijd wel bevestigd. Door wel heel attent te keepen, hij was ook heel rustig in zijn gedrag, maar tegelijkertijd ook heel agressief. En dat vond ik zelf wel een hele goede voorspeller voor de toekomst. Ja. De geruchten rondom Kortsmit worden natuurlijk ook wel een beetje gevoed doordat Leonard Nienhuis hier meetraint om zijn conditie op peil te houden. Nu vraag ik me af waarom iemand die in Groningen geboren is, in Aduard woont en bij Cambuur keept in Leeuwarden, hier zijn conditie, 250 kilometer verder, zijn conditie op peil komt houden. Dat klinkt in mijn ogen niet logisch. Nee, we hebben in een veel eerder stadium contact met elkaar gehad. Zoals je weet, we hebben bij Jong Sparta op dit moment Brian Jansen en Michael Fabri. Dat zijn twee jonge talentvolle keepers. Aan de bovenkant hadden we de drie. Dus buiten Roy en Michael hadden we Ricardo Kieboom. Nou, daar hebben we afscheid van genomen. Nou, we kijken gewoon even wat het beste trio is om... om als keepers te fungeren bij Sparta. Nou, we hebben met hem contact gehad, omdat hij heeft al wat ervaring. En hij zou een prima stand-in kunnen zijn. Nou, door onvoorziene omstandigheden is dat er nog niet van gekomen. Maar nu zeiden we van, ja, als dat dan toch eventueel zou kunnen gebeuren, ga dan nu alvast meetrainen. Want of je dan bij jouw club Cambuur traint, als je toch aanspraak wil maken, wij kunnen jou nu leren kennen, jij kunt ons leren kennen. En stel dat het gaat gebeuren, nou, dan ben je al helemaal ingeleefd.